Leerdoel Afschrijvingen Lineaire methode. Ik zal nu een voorbeelduitwerking laten zien van een vraag over lineaire afschrijving op het niveau eindbaas. Pollebollen Gijs BV heeft een bestelauto aangeschaft om hun fuste bier te kunnen leveren aan de kroegen in de buurt. Deze bestelauto is op 1 januari 2015 aangeschaft en wordt lineair afgeschreven. Hiervan zijn de twee boekwaarden berekend. Gevraagd: Bereken de aanschafprijs van de bestelauto. Ik laat nu de gegeven boekwaarde in een tijdslijn zien. Per 1 januari 2015 is de boekwaarde gelijk aan de aanschafwaarde. Deze waarde wordt gevraagd. Op basis van deze tijdslijn kan ik de waardevermindering tussen 1 maart 2016 en 1 september 2017 berekenen. Dit is het verschil tussen 13.200 euro. En 7800 euro. De waardevermindering in deze periode is dus 5400 euro. Deze periode bestaat uit 18 maanden. Nu kan ik de afschrijving per maand berekenen door de waardevermindering van 5400 euro te delen door 18. De afschrijving per maand is 300 euro. Omdat de onderneming Hollebolle Gijs BV de lineaire methode toepast, zijn de afschrijvingskosten over de gehele levensduur gelijk aan 300 euro per maand? De periode tussen 1 januari 2015 en 1 maart 2016 betreft 14 maanden. Dus de waardevermindering door afschrijving in deze periode is 300 euro, maar 14 maanden is 4200 euro. Wanneer ik deze waardevermindering optel bij de boekwaarde per 1 maart 2016 van 13200 euro, vind ik de aanschafprijs, namelijk 17.400 euro. Dit is het antwoord op deze vraag.